Welkom in de Maartsapotheek. Mijn naam is Bart van der Bent. Ik ben apotheker en onderzoeker. En ik ben jaren gek van geneesmiddelen. En daarom beantwoord ik graag de meest gestelde vragen over geneesmiddelen. Maar dit keer ga ik het hebben over vitamines. In 1912 ontdekte een Poolse biochemicus, zijn naam was Casimir Funk, dat er stoffen zijn die onmisbaar zijn om bepaalde ziektes te voorkomen. Hij noemde die stoffen vitamines. Want vita, dat betekent leven. En vitamines zijn van levensbelang. Ons lichaam kan vitamines wel aanmaken, maar vaak is dat te weinig. En daarom is aanvulling via de voeding noodzakelijk. Het hoeft helemaal niet zo heel veel te zijn: een aantal microgrammen of hooguit een aantal milligrammen. Gelukkig komen er in Nederland niet zo vaak vitamine tekorten voor. Bij een evenwichtige voeding hebben daarom de meeste mensen geen extra vitamines nodig. Alleen bij kinderen onder de 4 jaar, vrouwen met een kinderwens of vrouwen die zwanger zijn of bij senioren. Dan zijn soms wel extra vitamines nodig. Maar ook bij ziekte of langdurig geneesmiddelgebruik, bij intensief sporten of bij extreme diëten. Dan heeft het lichaam soms extra vitamine nodig. En met name vitamine D of B. Vitamine D is belangrijk voor de botten, de tanden en voor de opname van calcium en fosfor vanuit de darmen het lichaam in. Een tekort aan vitamine D kan leiden tot botontkalking. Ook wel osteoporose genoemd, maar ook tot een verminderd immuunsysteem of zwakkere spieren. Voor vitamine D is de zon heel belangrijk. Vitamine D wordt namelijk gevormd onder de huid onder invloed van zonlicht. En bij mensen met getinte huidskleur gaat dat wat langzamer. Zij hebben daarom een grotere kans op een tekort aan vitamine D. Dat geldt ook voor ouderen, zeker als we wat minder vaak buiten komen. En voor vrouwen die een sluier dragen. Al deze mensen wordt aanbevolen. Om extra vitamine D supplementen te gebruiken. Overigens geldt dat ook voor zwangere vrouwen. Meestal volstaat een dosering van 10 microgram vitamine D per dag. Dat wordt ook wel eens 400 IE genoemd, internationale eenheden. Bij mensen boven de 70 jaar wordt een dosering van 20 microgram per dag aanbevolen. Dat is 800 IE. Sommige mensen hebben meer kans op het breken van de bot. Dan zou de arts ook 20 microgram per dag voorschrijven. Wat betreft vitamine B kan het soms nodig zijn om extra vitamine B11 of B12 te gebruiken. Een ander woord voor vitamine B11 is foliumzuur. Foliumzuur wordt geadviseerd bij vrouwen met een kinderwens en in de eerste tien weken van de zwangerschap. Het verkleint namelijk de kans op aangeboren afwijkingen. Foliumzuur wordt ook geadviseerd bij mensen met reuma die wekelijks metrexaat gebruiken. Het verkleint namelijk de kans op de bijwerking van metrexaat aanzienlijk... Zo halveert het de kans op leverantieverhogingen. En dan hebben we vitamine B12. Vitamine B12 wordt geadviseerd bij veganisten... ...en bij vegetariërs die geen eieren gebruiken en ook geen melkproducten. En ook bij ouderen als de arts geconsulteerd heeft dat er een vitamine B12 tekort is. Behoort u niet tot deze groepen en wilt u toch een vitamine gebruiken? Gebruik dan een multivitamine preparaat. En voor de juiste dosis, kijk dan naar de ADH. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid en die is bepaald door de Gezondheidsraad. Kijk op de verpakking van uw vitamine of hij de ADH niet overschrijdt. Want te veel vitamine, dat is ook niet goed. Daar krijgt u klachten van, bijvoorbeeld aan de maag of aan de darmen. Of soms kunnen zelfs zenuwklachten ontstaan. Wilt u meer weten over vitamines? Vraag dan aan uw arts of aan uw apotheker. En heeft u vragen over deze video? Of misschien wel suggesties voor andere video's? Plaats ze hieronder. Bedankt voor het kijken.